Gert-Jan Monteny, welkom. Goedemorgen. Jij bent een expert op het gebied van duurzame stallen en daarmee ook een echte koploper. Kun je me daar wat meer over vertellen? Ja, eigenlijk ligt mijn expertise op het vlak van de veehouderij en milieu. Dus de milieukant van de duurzaamheid. Daar heb ik kennis van, daar heb ik voor gestudeerd, daar heb ik in het onderzoek ben ik betrokken geweest. En een van mijn doelen is om met name de milieukant van de duurzaamheid in nieuwe stalconcepten tot uiting te brengen. Waarbij ik ook rekening hou met milieu en met economie, dus de andere kanten van de duurzaamheid. Maar de focus ligt bij mij echt op de milieukant. Ammoniak, stank, klimaatverandering, broeikasgassen. Ja, want die ammoniak is natuurlijk een enorm groot probleem. Nou, ammoniak is natuurlijk NH3. Dat is het gas waarvan we altijd zeiden dat is zure regen. Een van de zure regencomponenten. Koeien veroorzaken in Nederland ongeveer de helft van de uitstoot van ammoniak. En het is een probleem omdat het geassocieerd wordt met zure regen. Dus verzuring van het milieu, verandering van plantensoorten, verandering van ecosystemen. Omdat er gewoon, het is stikstof en daar komt te veel van in de lucht. Dat regent neer en dan krijg je allerlei veranderingen in gevoelige ecosystemen. Het is een enorm groot probleem. Het is niet alleen een probleem van Nederland, het is een probleem van Europa. En overal waar veel vee op een klein oppervlak loopt. Alleen in Nederland hebben we de combinatie van veel vee op een klein oppervlak, met hele gevoelige natuur. Ja, en daarvoor is er een stukje natuurbescherming zeg maar in het leven geroepen, wat vermindering van de zure regen heet, ammoniakuitstootvermindering. Hoe gaan we die ammoniakuitstoot nou verminderen? Wat zijn daar nou oplossingen voor? Ja, de belangrijkste oplossing ligt eigenlijk in de voeding van het dier. Alles wat je te veel in een dier stopt, een dier is een soort lekker reactor. Als je er te veel in stopt, dan komt er allerlei gassen en mest uit. En daar komt onder andere ammoniak uit. Dus een van de grootste, belangrijkste stappen is, en dat is het altijd al geweest, het aanpassen van het voer zodanig dat die koe niks te veel binnenkrijgt. Ook niks te weinig. Maar dat valt natuurlijk niet mee, want dan moet je als boer ook zorgen dat er wel melk geproduceerd wordt. En dan ga je vaak wat aan de veilige kant zitten met iets te veel. Maar goed, naarmate de tijd voortschrijdt, ga je steeds meer precies voeren. Ja. Maar dat is een belangrijk punt. Daarnaast zul je altijd ammoniak blijven houden in de stal, bij het mest uitrijden. En dan zijn er gelukkig technologische mogelijkheden waarvan we vandaag een voorbeeld zien. De vrije keuzestal, want zo heet die eigenlijk, is gebaseerd op een idee wat Anton Stokman heeft. Een kijk op veehouden, namelijk die koe, zij moet kunnen kiezen in alle facetten van het bedrijf. Nou, dat betekent dat je vooral kijkt naar de ruimte die die koe heeft. Maar hoe meer ruimte een koe heeft, hoe meer milieuvervuiling er in principe geproduceerd kan worden. Nou, de zoektocht die Anton en ik hebben ondernomen is eigenlijk om te kijken van, die koe krijgt de ruimte, krijgt de keuze. En hoe kunnen we dan door de aanpassen van het voer en de vloer en de ventilatie toch die milieubelasting dramatisch terugbrengen, drastisch terugbrengen binnen acceptabele grenzen, ook van kosten. En er zijn een aantal keuzes gemaakt hier voor innovatieve stalvloersystemen. Dus jullie zijn de afgelopen tijd echt aan het pionieren geweest? Ja, toen Anton en ik elkaar voor het eerst ontmoetten, toen heeft hij mij de open vraag gesteld. Geef mij nou eens je best beschikbare technieken om aan die milieuparagraaf te voldoen. Met name ammoniak, maar ook wel eigenlijk methaan, het broeikasgas. Want hij wil mest gaan vergisten, energie maken uit mest. Ja, toen heb ik hem een aantal opties laten zien. Het waren echt heet van de naald nieuwe vindingen van bedrijven die net nieuw in de markt waren. Nou, en Anton heeft geconcludeerd van dat zijn vindingen waar ik mijn koeien en mezelf aan durf bloot te stellen. Daar geloof ik in. En toen hebben we in feite samen de milieuparagraaf en ook de welzijnsparagraaf van zijn stal ingevuld. Ja. En ja, tot nu toe tot zeer grote tevredenheid. Ja. Maar zit hier niet een enorm hoog risico aan? Want we staan aan het beginpunt van die duurzaamheid. Probeer met z'n allen oplossingen te bedenken. Ik kan me voorstellen, als ik boer zou zijn, dan moet je toch wel in de diepe springen. Wil je nu gaan investeren in duurzaamheid? Klopt. Dit is niet voor iedereen weggelegd. De veehouder is net een mens. En net als elk mens heb je een verschil in het risico wat je aandurft. En Anton Stokman is echt iemand die risico aandurft. Hij kan wel heel goed nadenken, maar hij durft risico's te nemen, want hij ziet ook de voordelen daarvan. Langere levensduur van de koeien, het prettige verblijf van hemzelf ook in de stal en van zijn medewerkers. En die voordelen zet hij gewoon uit tegen de risico's die loopt. En dat is een welbewust risico,
waarin ik hem ook geholpen heb om hem ervan te overtuigen dat die risico's echt acceptabel zijn. Maar dat hij dus een keer een situatie kan krijgen dat een koe ja, een keer onderuit gaat. In een nieuwe vinding kan dat, ja. Maar daar kun je ook weer vanuit leren. Want je komt bij veel boeren, veel problematieken. Ja. Wat kom je daar zoal in tegen? Nou, het belangrijkste wat je tegenkomt is de weerstand tegen wet en regelgeving op het gebied van milieu. Want laten we eerlijk zijn, de hele milieuproblematiek die kan een boer niet zien, ruiken of niet voelen. Ammoniak ruik je niet, je ziet het niet, je voelt het niet. Stankt dan misschien wel. Ja. Ja, en dan komt er ineens een wetgever die zegt, ja, maar gij zult de ammoniakuitstoot verminderen. En dan zegt die veehouder van, ja, maar wat voor problemen veroorzaken dan? En dan ervan te overtuigen dat hij niet alleen maar bezig is met de oplossing van een probleem, maar ook bezig is met een nieuwe generatie van veehouden, hè, die integraal duurzaam is en dus echt zorgt dat gewoon de zaak van generatie naar generatie overgedragen kan worden en toch een boterham verdienen en prettig werken, prettige werkomgeving. Ja, dat is dan een boodschap die je moet proberen om te verkondigen. En eigenlijk samen te ontdekken. Hè. Het is een discussie die ja. je nou voert met een boer. En je neemt hem mee op ontdekkingstocht. Eén ding is wel zeker, dat als er nu niet stappen gezet gaan worden op weg naar een echte verduurzaming van ook de veehouderij, de primaire voedselproductie, eigenlijk in het algemeen. Ja, dan is het wel duidelijk dat dit niet stand kan houden. Dat er wat met het systeem fout gaat. Watervervuiling, luchtvervuiling, klimaatverandering. Exact. En de kennis is er. Ja. En de technologie die is er of die gaat er komen. Ja, dan is het een kwestie van lang vooruitkijken en zorgen dat je nu iets in gang zet wat over een aantal generaties ook echt leidt tot een verduurzaamde, bijna samenleving zou je kunnen zeggen, maar zeker een primaire voedselproductie. Je hebt in 2007 ook onderzoek gedaan in India en Pakistan. Ja. Is dat niet een enorm contrast ten opzichte van wat we hier meemaken? Ja, het is een enorm contrast. Hier praat ik met veehouders met 200, 400, 600 stuks melkvee. En dan kom je in dat soort landen en dan gemiddeld genomen praat je met veehouders met 1, 2, 3 koeien. Maar de grap is dat de milieubelasting en de problematiek die je daar tegenkomt is exact hetzelfde. Het is namelijk zo dat mest is een afvalproduct. En wordt dus gedumpt. Vaak gewoon in het water, in het oppervlaktewater. Dat gebeurde hier vroeger ook. Dat gebeurt eigenlijk ja. nu ja. wat minder. Maar de milieuproblematiek is hetzelfde, alleen is op een iets kleinere schaal. En de oplossingen zijn ook hetzelfde, alleen op een andere schaal. En de oplossing die ik ook daar in de praktijk breng, net als hier, is in feite gewoon bewustwording dat mest een grondstof is. Die je best kunt gebruiken voor de voeding van je planten. Dus een gesloten kringloop, dat is wat ik daar verkondig. En dan maakt het niks uit of je dat nou voor een veehouder van 3 koeien doet of 300. Ja, maar is het ook resultaten daar dan? Ja, juist nog veel tastbaarder dan hier, omdat je in Nederland en Europa zit je al op een heel hoog niveau van productie. En wil je daar nog optimaliseren, moet je vrij ver gaan in je motivatie. Je moet dus veel rekenen. Een boer die ik tegenkom in India, Pakistan of Vietnam, die heeft dat besef nog niet. Dus die leer je heel snel om van een heel laag niveau al een eerste winstslag te maken. Een ja. eerste slag te maken, een verbeterslag. En dat ziet hij direct terug in zijn inkomen. Leer je er ook zelf van? Ja, heel veel. Je leert een stuk bescheidenheid. Je leert andere culturen en visies kennen van veehouders op de veehouderij daar. Hè. Het is vaak gewoon overleven wat ze daar doen. En echt die primaire veehouderij weer. Respect voor de natuur zit er heel diep in. En dat maakt dat ik ook mijn boodschap hier in Nederland en Europa gewoon weer met nodige bescheidenheid kan ja. verkondigen. Ja. Dus ik kom er altijd met heel veel elan en energie weer uit terug. Gert-Jan, dankjewel. Oké, graag gedaan.